Kim. En Romy. Moeten jullie vandaag ook rijden? Ja, ik heb vanochtend al gereden. En hoe ging het? Ik reed niet zo goed, maar het ging op zich wel. Ja, mijn paard deed super goed, dus hij is 50 geworden. Super. En welke rubriek? Ik rijd de small tour mee. Leuk. En jij? Ik heb van het weekend mijn paard helaas niet mee. Misschien volgende keer. Ja. Kennen jullie Finn? Ja, die ken ik. Nee, nog niet. En waarvoor ken jij die? Ik heb Finn een beetje via Stal van de Vleuten, daar heb ik stage gedaan. En hij was daar toen nog stalruiter. Nou, leuk. Dan wens ik jullie nog veel plezier. Dankjewel. Hi Finn, stel je even voor wie je bent en wat je doet. Ja, ik ben Finn. Ik ben 17 jaar en ik woon in Zomeren en ik werk bij Stal Thijsmoment en ik ben springruiter. Gefeliciteerd met behalen zilver op de Nederlandse kampioenschappen in Deurne. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat voor paard had je bij? Ik reed op het NK reed ik 4 paarden en ik won de zilveren medaille met Kalindra in de juniorenklasse. En hoe hoog moet je dan springen? Dan moesten we toppen met 1,40 springen. En voor wie werk je en wat doe je daar al zoal? Ik ben in maart begonnen voor de stallen van Leon Thijssen. Daar is mijn job om als stalruiter te werken. Dus dat houdt in dat ik met 10 concourspaden wekelijks op concours ga. Ook op internationale concoursen, meerdaagse concoursen. En nu zitten we op het Rijderfestival in Asten, waar ik ook wat andere paden mee heb, wat jongere paden, om de ervaring op te laten doen. Op deze meerdaagse concoursen. We hebben hier met een paar vrienden zijn wij een paar maanden geleden samen gaan zitten om een concours te organiseren. Daar is dit uiteindelijk uitgekomen. Dit is een nationaal concours waar we 4 dagen sport hebben. Waarvan een lichte, een midden en een zware tour en een tour voor jonge paarden. Ja, en hoeveel deelnemers zijn er? Ik meen dat we ongeveer 320 deelnemers hebben, of starters. En hoeveel dagen duurt het? Van donderdag tot en met zondag. Gisteren zijn de mensen gekomen, op woensdag zijn de mensen gekomen die hier blijven slapen voor de paarden op stallen te zetten. En de sport is van donderdag tot zondag. En wie is je voorbeeld? Ja, wie is mijn voorbeeld? Ik heb natuurlijk wel een paar ruiters waar je naar opkijkt. Maar goed, je kan van iedereen op het hoogste niveau veel leren. Ik vind Marcus Eening vind ik mooi om naar te kijken. Ja, dat is een voorbeeld. Er zijn er meer. Michael van der Vleuten, waar ik ook heb gewerkt, vind ik een mooi voorbeeld. Ja, er zijn er nog meer die ik op kan noemen. En waar droom je van? Waar droom ik van? Ik droom ervan om ooit met een eigen fokproduct hoog in de sport te komen. Ja, dat is ook leuk. En wie is je lievelingspaard? Mijn lievelingspaard is, die heb ik deze week niet bij. Die heb ik op stal staan, die heet Call Me Baby Quick. Dat is er eentje die ik nou op het NK ook heb gereden. En daar, met dat paard heb ik wel een speciale band voor mijn gevoel. Ja, dat is wel leuk. Nou, dankjewel voor de interview en ik wens je veel succes. Dankjewel. Nog één laatste vraag. Mag ik nog een handtekening van jou? Mijn liefde en plezier. Zo, voor jou. Nou, goed bewaren.